Sander Visser, domper. Je kwam goed terug in de wedstrijd. Jij scoorde de 2-2, tweede doelpunt van jou dit seizoen, geloof ik. Maar dan ga je toch onderuit in de verlenging. Ja, jammer. Maar ja, we mogen met opgeheven hoofd het veld verlaten. Ja, na 2-0 ja, dan geef je zelf eigenlijk weinig kans meer. En dan kom je toch nog terug. En dan heb ik het gevoel van, we gaan nu op en over. Dus, wat zijn jullie in de tweede helft anders gaan doen dan, om toch terug te komen in die wedstrijd? Ah, ik denk niet zo gek voor anders. We zijn iets meer gaan voetballen, maar dat probeerden we de eerste helft ook. Ja, de heren die wilden helemaal niet voetballen, had ik het idee. Maar ja, het is gewoon jammer. Is 10 minuten voor tijd kom je op 2-1. Dan denk je van, nou, dat geeft nog weer kansen. Toen kwam de 2-2 van jou. Beschrijf hem eens. Nou ja, die eerste goal die vond ik zelf iets mooier van Bad Wippet. Maar ja, er werd al gezegd, de keeper is niet heel zeker. Dus ik denk, vrije trap. Ik denk, ik loop eens door. En die gaat via de keeper op de lat. Ja, en die komt precies op mijn hoofd terecht. Ja, nou ja, alleen maar tegenaan lopen. En dan, dat hoorde je zelf ook wel. De ontlading was erg groot. Ook bij mezelf. Dus ja, belangrijke goal. Toch leuk. Dus, Nou, dan speel je de eerste verlenging en dan denk je, we gaan ze pakken hier gewoon hier. En we gaan promoveren naar de derde klasse. Maar dat zat er toch niet in. Onrechtvaardig dat het 3-2 werd? Nou, de eerste verlenging vond ik onszelf nog wat beter. De tweede helft vond ik Heerde wel iets sterker. Maar ja, dat ze die ene kans krijgen, had ik niet meer verwacht. Maar ja. Ik mag niet zeggen zwak verdedigen, maar het was niet heel sterk. Nee, Dennis Wenning spraken we net. Die was ondanks de nederlaag toch erg trots op Activia. Jullie wouden vandaag genieten. Heb je dat gedaan? Ik zelf wel. Voor de kansen die we dan missen om op 3-3 te komen. Ja, daar baal je dan toch wel. Maar wat ik zeg, we mogen met opgeheven hoofd het veld verlaten. We hebben een leuk seizoen gehad. En voor Activia is het gewoon ja, een leuke toet. Dus. Oké, bedankt voor je medewerking en succes volgend seizoen in ieder geval. Dankjewel.